Nou jongens, deze productbattle is voor iedereen die van hazelnootpasta houdt. Ja, want ik heb ook een hazelnootpasta editie. Ik heb de editie van de Albert Heijn en dan in de bio variant. Ik heb die van de Blue Band met 80% minder suiker. Dat was dus precies de trigger waarvan ik dacht, dat vind ik interessant. Want? Ja, ik dacht 80% minder suiker in mijn hazelnootpasta. Dat is niet verkeerd. Okay. Ben ik al benieuwd naar. Ik ook, ben ook benieuwd wat ze dan ervoor in de plaats. Dat is altijd de vraag. Ja, en hier staat natuurlijk heel leuk bio op. Dus dat, het is allebei een beetje zo'n gezondheidsclaim. Of iets wat vaak gebruikt wordt als een gezondheidsclaim. Hè? En minder suiker en bio. Dus ik ben vooral benieuwd naar het verschil tussen die twee. Ja, alleen wat ik nooit goed begrijp is, dan staat er bio op. Maar ik heb nog nooit zo'n hazelnoot uit de boom zien vallen. Nee, dat klopt. Maar dan zullen ze het vast van bio-hazelnoten gemaakt hebben, maar ja. Ja, dat is natuurlijk altijd waar. Het is toch uiteindelijk altijd bewerkt, want het zit uiteindelijk in een potje. En nee, ja, dit is inderdaad niet bepaald de kleur van hazelnoten. Dus ik vind het altijd maar een bijzondere claim, dat bio. Ja, het is ook waar, ja. Nou, laten we eens even kijken. Wat zit er allemaal in dit potje? Ja. Voedingswaarde per 100 gram? Ja. Ik heb namelijk geen porties erop staan, en jij wel? Ik heb twee porties. Oh. Eentje met percentages en eentje met grammen. Maar... laten we per 100 gram gaan. Ja. Ik heb per 100 gram 571 kilocalorieën. Ik 444 kilocalorieën. Dat is op zich wel een aardig verschilletje. Ja. Dan heb ik 37 gram vetten. 36 gram vet. Dat is om en nabij. Om en nabij en ook niet heel raar voor een hazelnootpasta. Nee, nootjes. Verzadigde vetzuren 6,3. 7,3. Oké, ook niet dus heel veel verschil. Ja, maar het is wel, hier zitten minder vetten in. Ja, het percentage daarvan is natuurlijk wel iets meer verzadigd. Ja. Ja, daar heb je gelijk in. Dat zou wel bij de bewerking zitten. Dat zou kunnen. Koolhydraten heb ik 52 gram. De tandjes. 16 gram. Ja, dan ga je tanden wel even verrammelen, ja. Ik heb, nou, nu ga je tanden helemaal rammelen, let op. Ik heb van die 52 gram koolhydraten heb ik 49 gram suiker. Ik heb 5,5 gram suiker. Als je die pot leeg eet, dan dus val je tanden eruit. Ja, zo is een aanslag. Ja, ongeveer wel, ja. Wow. Eiwitten dan nog? 5,6 gram. 5,3. Dus dat is ook wel dicht bij elkaar. Dus het verschil in suikers is wel degelijk heel erg groot. Wow. Die is echt flink. Ja, zeker. Dus op zich, weet je, qua calorieën scheelt het nog niet eens superveel. Maar het is gewoon, in suikers is het echt enorm. Dus als je suikers wil minderen, ja, dan... denk ik, op eerste oog is dit best wel een goede optie. Ja. Ben wel benieuwd wat erin zit. Mijn eerste ingrediënt is rietsuiker. Plantaardige olie. Ja, die staat bij mij daarna. Koolzaad en palm. Bij mij is zonnebloem en palm. En dan heb ik vervolgens, ook leuk dit, 13% hazelnoot. En hier zit dan verdikkingsmiddel in, voedingsvezel, hazelnoot. En dan komt zoetstof, magere cacao, magere melkpoeder, emulgator en alle kraam. Oké, okay, bij jou zit er dus wel behoorlijk wat meer toevoegingen in. Mhm. En er zitten zoetstoffen in. Mhm. Dus dat maakt dan wat ervoor zorgt dat die wel lager smaak is in suiker, maar dat er wel echt genoeg smaak aan zit. Dat weet ik niet, ik heb deze niet geproefd. Ja, dat is inderdaad wel een goede vraag. We beloven jullie, we zijn natuurlijk niet te zuinig, hè? We gaan natuurlijk wel even proeven na deze aflevering. Oh, ik wou wel zeggen. Ga niet even met de vinger erin. Ja. We gaan even proeven na deze aflevering en dan zetten we in de beschrijving zetten we wel eventjes wat we vinden van het smaakverschil. Ja. Maar al met al worden dus in die pot behoorlijk wat toevoegingen gestopt, waardoor dat die, als het goed is, ook gewoon goed smaakt. Komen we vanzelf achter. En in deze zitten wel wat minder toevoegingen. Ja, daar zitten wel veel meer suiker in. Ja. Dus wat je hier aan zoetstof hebt, krijg je daar aan natuurlijke suiker binnen. Of ja, niet natuurlijke suiker, maar gewoon, dat is daar de smaakmaker. Ja, waar je een beetje op moet letten natuurlijk met die zoetstoffen, is dat het wel je darmen een beetje kan triggeren. Dus als je heel veel producten gebruikt met zoetstoffen, dan wil dat nog wel eens leiden tot minder aangename darmsituaties. Ja. Hoeven we niet verder over uit te wijden. Nee. Je snapt wat wij bedoelen, waarschijnlijk. En anders kom je er vanzelf een keer achter. Maar al met al wil je er dus een beetje op letten dat je ook niet te veel van die kunstmatige zoetstoffen binnenkrijgt vanwege voornamelijk dat effect. Maar als je echt gaat voor minder suiker, ja, dan is de claim wel waar.
Ja, en het ligt er ook hoeveel je gebruikt. Hè? Kijk, als jij gewoon een boterhammetje smeert en geen laag van 50 gram, dan komt dat best wel goed. Dus het is ook wel de hoeveelheid waarin je consumeert, dat wel bepaalt hoeveel last je ervan gaat krijgen. Ja. Maar het is wel goed om daar de attentie op te zetten. Van luister, als je het veel gebruikt, kan dat wel iets zijn wat op je darmen werkt. Precies. Ja, weet je, vooral als je het gaat combineren met heel veel producten waar dan op staat minder suiker, waar dan zoetstoffen in worden gebruikt. Ja. Dat is het gewoon, hè? Dat is gewoon de combinatie van. Uiteindelijk, conclusie is dus minder suiker. Ja, absoluut. Veel minder suiker. Let op met de zoetstoffen. Ja. En ja, dat is eigenlijk het verschil tussen de twee hazelnootpasta's. Ja, voor de verdere rest is het, zit het heel dicht bij elkaar. Ja. En daar zit iets meer kilocalorieën en hier iets minder ook. Dus dat scheelt ook. En dat is denk ik de conclusie. Dat is het belangrijkste. Ja. Dus dat was hem voor deze aflevering van Battle. Heb je nou zelf producten die je graag in onze Battle terug wil zien? Laat het ons dan eventjes weten in een comment of stuur ons een DM via Instagram of Facebook. Dat mag ook. En dan gaan we er graag mee aan de slag.